Nou, we staan hier bij echt een super mooie rand. En waarom zijn jullie die eigenlijk in? Ja, wij zijn ze in om onze bedrijfsvoering biologische akkerbouw te ondersteunen. Dus hier kunnen heel veel insecten, libellen, vlinders, ons gewasgezondheid ondersteunen. Daarnaast is het natuurlijk een plaatje voor mensen die langskomen fietsen. Hou je zo met agrobiodiversiteit het landschap levend. En welke soorten komen hier allemaal tegen? Ik zie daar zonnebloemen, maar wat staat hier allemaal? Het is een mengsel van 14 soorten, biologisch vermeerderd. En bijvoorbeeld Phacelia is een hele mooie bijenplant. Er komen echt veel insecten op af. Boekweit, de zonnebloem inderdaad. Hier heb je een bloeiende dille. Die gaat zo zaad vormen. Dus 14 soorten, plus we hebben zelf ook nog er doorheen gemengd, bijvoorbeeld haver. En zo komen we aan ruim 20 verschillende planten die hier zouden kunnen ontkiemd zijn. Hè. Dus soms betekent dat sommige zijn sneller en andere zie je misschien alleen maar als je hier tussendoor kruipt. En komen hier nou ook allemaal dieren op af? En ik zie van alles vliegen, maar ook bijvoorbeeld vlinders. Ik zie ze nog niet, maar komen die ook hier op af? Nou, je ziet hier dat de bij zijn best doet. Ja? Ja. Dus, en het is eigenlijk ook bedoeld om fourageergebied te zijn voor vogels. En voor, het zou ook een heel mooi leefgebied kunnen zijn voor patrijzen. Patrijzen zijn een bedreigde diersoort. Nou, ik heb ze nog niet gezien. Ik hoop dat we inderdaad nog een keer een broedend paardje kunnen tegenkomen. Maar goed, dat vergt dan wat monitoring en onderzoek. Zelf zijn we daar niet zo mee bezig. Zelf proberen we gewoon deze rand zo goed mogelijk te laten bloeien. En staat die hier al lang, die rand? Of is die ook nog niet zo lang hier aanwezig? Nee, deze randen zijn al jaren aanwezig. En worden elk jaar opnieuw ingezaaid. Anders dan gaan sommige onkruidsoorten gaan overheersen. Dus elk jaar wordt opnieuw een mengsel ingezaaid in het voorjaar rond mei. Oké, nou dankjewel.